kan iedereen maar horen. Nog wel? Ja. Anders moet ik het zeggen. Eerst en vooral een groot applaus voor meneer Koen van den Broek, die zo genereus geweest is van zijn atelier, die vragen stellen onder de doodzetbladen. Dus iedereen kan. Want zonder generositeit heb je natuurlijk ook geen kunst. En omgekeerd. De eerste keer dat ik Charlotte eigenlijk tegen ben gekomen, dat was een aantal jaren geleden in de revista. Toen was een wild kind zo, een fris kind zo. Nog steeds daar. En daarom toen weer een kruis gedragen. En daar hebben we dan naar gekeken, nogal vrij passen. En het eerste wat ik zag was een soort van poot. In de manier waarop het geverfd dus eigenlijk aanbrengt. Later heb je schilderij gemaakt door Marianne Perk, dat was zeer populair. En op dat moment krijgt hij natuurlijk ook het gevoel dat te maken heeft met iets superflu. Iets dat te maken heeft met rock'n'roll, zou ik zeggen. En dat was tentoongesteld op een zeer specifieke plek. Dat was eigenlijk een winkel. Een aantal keer, dus dat geeft een soort van dubbel gevoel. Hier vanavond staan we op de tentoonstelling waar ik dan zelf ook nog hang. Dat is al de tweede keer dat mevrouw de Kok mij hier heeft geschilderd. Het is ook beter geworden dan de eerste keer. Dus wel misjaar. Het is ook raar om dat werk nu te zien, want ik heb het vanmiddag gezien en niet met elektrisch licht. Dat is een reusachtig verschil. Ook in een betere constellatie dan dat er eigenlijk kon, moet ik zeggen. Waardoor het zo meer sens begint te maken. Het is natuurlijk altijd raar te staan in de nabijheid van die beelden is zo. En omdat het nogal redelijk indulgent is wat betreft het ego. Ik ken ook al die mensen die hier aan de muur hangen, persoonlijk, dus een levende lijn. Als we tegen zegt vanuit willen moeten geloven, is de kunstenaar hier geportretteerd op de plek waar hij tot rust komt. Maar in mijn geval zal dat een heel sterke. In ieder geval, het intrigerende aan het werk is niet zozeer omwille van wat het voorstelt, denk ik in ieder geval, of noodgedwongen betekent zo, maar het feit dat het bestaat. En in die zin, in tegenstelling tot wat ik zelf doe, ik heb het nooit gequote, ik ben niet mijn werk, zal het ook nooit zijn, en mijn werk is niet ik, en wat ik zeg over mijn werk is gewoon hetgeen wat er wordt gezegd. In het geval van Charlotte ligt dat, denk ik, iets anders. Het ligt in de omgeving van het beeld, zou ik zo zeggen. En dan de bewerking, ze heeft ook al deze foto's zelf genomen. Tenminste, die van mij nog zeker, want ik ben in het doelbewuste café. En ze dan eigenlijk schilderkunstig omgebouwd. Redelijk, en met het elektrische licht wordt dat eigenlijk nog harder. Je gebruikt ook zwart, iets wat ik niet doe. Ik maak mijn eigen donker, in principe. En in eerste instantie krijg ik ook nog kleuren die gestaag doorkomen. Die kunt je ook zien in de ogen van Jan de Kleer. Die kunt je inzien in de grond en de bewerking ervan. En die kunt je zien hoe dat eigenlijk de materie van de verf, eigenlijk zeggen, of de baksteden werkt over de broek, eigenlijk verschuiven naarmate dat het beeld zich perspectivisch in de ruimte verder zet. Dus er is een schilderkunstig parcours en verhaal aan de gang, in principe. De betekenis van de beelden is natuurlijk in dit geval, en zeker in mijn geval, een moeilijk gegeven, omdat je de mensen ook kent. Maar tegelijkertijd, omdat het tentoonstelling ook heet 13 Masters. En wat mij ook opvalt, is dat er ineens een fotografische repere met mij opkomt, en dat is die van Vleteren, die eigenlijk door een verhoogd contrast eigenlijk een soort van heroïek in het beeld terecht laat komen die zo eerder doet denken aan Rome. Zo het heroïsche beeld van het gegeven of het geportretteerde. Ook met de lichtinval, de poses, die natuurlijk aangenomen zijn, wel worden gefotografeerd, maar met een doelbewuste idee waar ik dan toch een zeker zelfbeeld vertegenwoordig zie. Brengt me terug tot nu, en dat is de verwikkeling van het zelfbeeld, en misschien een iets
moeilijker te vatten gegeven als het over diepgang gaat in het werk. Het werk heeft door zijn verschijning een extreem compulsief gehalte, zoals ik dat zelf waarschijnlijk ook. En dat compulsief gehalte heeft ook een element van verslaving in zich, wat de meeste kunstenaars eigenlijk hebben. Omdat dat eigenlijk een soort van doelmatige, bewuste manier is om iets los te werken, om iets uit uw lijf te krijgen in principe. En het dan in principe ook te kunnen parkeren. Zo. Anderzijds zat ik ook te denken aan nog iets anders. Er zit een bepaalde society-veiligheid in uw figuur. In het artikel in Exclusief staat gemeld als kunstenares, DJ en model. En dat doet me dan zo denken aan een terugkoppeling die me terugbrengt naar de jaren 20. Met twee figuren die ik dan zou gaan scrammen. En dat zou dan Tamara Lempicka zijn en Max Slevoogd. Max Slevoogd omwille van het enorme, bijna macho verhuilde binnen de verfplaatsen. Tamara de Lempicka omwille van het statuesje. Het feit dat zij tenslotte een Roemeens-Joodse vrouw van adel was, niet onknap ook. En het feit ook dat ze natuurlijk veel van een aantal vrouwen heeft geportretteerd, maar veelal haar minnaars die natuurlijk van dezelfde stand waren. En dat bracht een soort van raar gegeven in de situatie, omdat hier op een bepaald moment wordt dan het portret een meubel, een omgeving. En het heeft zoals bij Van Vleteren het element van leven. Dat zich detacheert van de grondstof van het geheugen en het beeld dat we hier zien. Hoe dan ook, ik vind de manier waarop dat dus. Ja, er is natuurlijk nog een ander punt. Je hebt doelbewust gekozen om man. Er zijn geen vrouwen. Er is geen anatomie van de kerk. Kettegek. Anderzijds. En ik heb gezegd, ik heb een verplichting. Is het ook zo dat veel van de mensen die hier aan de muur hangen, niet alleen een naam bekend uit hebben, ze hebben ook een bepaalde verworvenheid. Dat staat ook in de tekst. En in die zin is het een soort van respectuiting naar de geportretteerde, denk ik dat. Anderzijds is het natuurlijk ook een ijdelheid in de mensen dat opdraagt als de geportretteerde zich ziet. En het heeft natuurlijk ook met naambekendheid te maken. Dat helpt. Wat ook te zien is natuurlijk, is dat buiten een aantal uitzonderingen hebben de mensen vooral een redelijke leeftijd. Baarman, hoewel redelijk donker, duister en ietsje belabberd geportretteerd. Zoals Kat Wisser ook een beetje wat onder zijn broek heeft. Maar dat zijn dan waarschijnlijk de twee jongste die je net hebt. En dan begin ik mij zo te denken, stel dat een van die mensen een vluggertje zou willen gaan maken, dan zou er al snel Viagra aan te pas moeten komen. Of zelfs dat niet, er wordt de laptop of de iPad overgeslagen en wordt er rechtstreeks naar de zoveel porno-kanalen overgeschakeld, waar dan stevast natuurlijk een manspersoon voorover gebogen over een figuur die barely 18 is, op een gegeven moment een ruk van zijn nek naar de hoek van de kamer kijkt en daar een andere manspersoon zit die zich masturbeert en vraagt, who are you? En dan zou de man zeggen, I am the bride.